Het is hartverwarmend. We hadden dit eigenlijk echt niet verwacht dat we zo snel zoveel geld hebben kunnen binnenhalen. En ook de vader was er ook echt heel diep van onder de indruk en geroerd. En ook voornamelijk door het aantal personen wat gedoneerd heeft eigenlijk en gereageerd heeft op deze actie. En het zijn dik 1800 geloof ik, hè? Ja, het zijn nu meer dan 1800 mensen die bijgedragen hebben. Ja, dat is echt heel mooi. Dit is Mao Linzang, een 27-jarige ambitieuze student uit China die helemaal gek is op sterrenkunde. Hij wil zijn studie in Leiden afmaken en verhuist naar Nederland. Anderhalve week geleden slaat het noodlot toe als er brand uitbreekt in zijn woning in Hillegom. Hij overleeft de vlammen zijn niet. In Leiden, waar hij studeerde, is de verslagenheid groot. Zo'n jong iemand, zoveel belovend en dan in ene weg. Iedereen vindt het vreselijk. Hij heeft een hele grote indruk gemaakt op onze groep ook en op alle mensen in onze groep. Ja, dat hij er gewoon niet meer is. Ja, we kunnen het eigenlijk nog steeds niet bevatten dat dat gebeurd is, ja. Het geld voor de ouders van de student stroomt binnen. Er is al meer opgehaald dan van tevoren werd verwacht. En dat is hard nodig, vinden de initiatiefnemers. In Nederland heeft iedereen een keurig pensioen. En in China is het zo dat je kinderen zijn je pensioen. En als dan je enig kind wegvalt, is dat een absolute ramp. En toen dachten we met z'n allen van, hier moeten wij echt gaan helpen. Op de plek van de brand zijn bloemen gelegd en wordt nog onderzoek gedaan door de politie. Hoe de brand kon ontstaan, is nog een raadsel.